wat heeft u doen besluiten om hierheen te komen vandaag? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen die hier vandaan komen. En ik wil het nu eens een keer zelf zien. Hoe ze er hier slagen om de maakindustrie, het topdesign waar de regio Eindhoven beroemd om is. Maar natuurlijk ook de high-tech met elkaar te verbinden. En op die manier ja, problemen van morgen om dat aan te pakken. We zijn bij Lucas College, waar je dus ziet dat het niet alleen gaat om het HBO en de universiteit, maar dat je behalve de knappe koppen ook de gouden handjes nodig hebt. De jongens en meisjes die op het VMBO en het MBO zitten en prachtige banen dadelijk gaan krijgen in de gamingindustrie, tot en met design. Bij Enverse, een bedrijf dat zich bezighoudt met virtual reality, die niet alleen gaming, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe NS-treinen. Hoe ga je het publiek uitnodigen om een keuze te maken uit het meubilair wat erin kan? Hier bij Van Berlo een paar hele praktische dingen gezien. Hoe kan ik er in de bus nu al weten wat mijn verbindingen zijn hierna? Dat kan allemaal technisch, praktisch moet ik het ook snappen. Allemaal van die voorbeelden waarbij dus die nieuwe maakindustrie van de toekomst, design en innovatie, gewoon de vakmensen, allemaal bij elkaar komt.